Schoolexters zijn echte watvogels. Een belangrijk deel van de wereldpopulatie leeft in het Waddengebied. Een vogel met aparte manieren. Schoolexters kun je in twee groepen verdelen. Op de kwelderrand leven zogenaamde hokkers. Zij hebben het goed voor elkaar. Hun nesten liggen vlakbij het wad, dicht bij het voedsel. Deze territoria hebben ze met veel moeite veroverd en ze bewaken deze plekken jarenlang heel trouw en fel. Ze zorgen zelfs voor hun erfenis. Hun jongen kunnen deze plekken erven, zo blijkt uit onderzoek. Verderop de kwelder leven wippers. Die broeden op grotere afstand van de Waddenzee, op de tweede rang. Het broed- en voedselgebied is dus meer gescheiden. Wippers moeten daardoor grotere voedselvluchten afleggen, waardoor hun kuikens minder voedsel krijgen. Wippers krijgen daarom ook minder nakomelingen. De concurrentie om hokker te worden is moordend. Het lukt alleen de sterkste schoolexters om een eerste rangsplek te bemachtigen. Er is zelfs een wachtrij voor de broedplekken. Sommige schoolexters kunnen wel 10 jaar wachten tot ze hokker kunnen worden. Dit zijn de zogenaamde soosvogels. Ze leven in een groep aan de rand van de kwelder. Schoolexters eten 2 soorten voedsel, afhankelijk van het seizoen en de plek waar ze leven. Hun snavel is puntig om wormen uit de waddenbodem te kunnen pikken. Dit zijn pierenstekers. Maar staat er schelpdier op het menu, dan hebben ze meer aan een stompe, beitelvormige snavel. Daarmee halen ze een schelp uit de grond en hakken die open. Dit zijn de schelpenbrekers. Schoolexters hebben zo dus verschillende manieren gevonden om te overleven in het Waddengebied.